Welkom, week 5. Vandaag dinsdag 21 april. Nou, vanavond gaan er wat dingen gezegd worden, hopelijk, door onze alwetende Mark Rutte. Wij gaan in ieder geval, voorlopig verwachten wij nog heel even door met het Sjoever Thuis concept. Ik moet zeggen, na al die tijd dat het me eigenlijk, ik vind het eigenlijk hartstikke leuk om te doen. Lekker bezig, ik voel me ook echt bevoordeeld dat we dit mogen doen, dat we het kunnen doen. Er zijn echt heel veel collega's van ons die het echt enorm zwaar hebben. En dat wil niet zeggen dat wij een beetje op onze lauweren kunnen rusten, want we moeten het echt keihard verwerken. Maar het is wel echt een luxe om de vrijheid te hebben om in ieder geval voor jullie te kunnen koken. En mensen steeds blij te kunnen maken en zelf bezig te zijn. Dus echt enorm bedankt daarvoor. Nou, we hebben weer een nieuwe week, dus we hebben een nieuw menu voor jullie bedacht. Deze week een vegetarisch voorgerecht met daarin wat lekkere Merlijn geitenkaas uit het noordelijkste puntje van België. Draaien we op met een beetje karnemelk, daarbij wat lekkere spulletjes uit onze tuin van ons en die van Edwin. En de eerste Hollandse groene asperges daarbij. Lekker snijboontje als sap. Het hoofdgerecht hebben we ditmaal... voor degene die wel vlees eten, een heerlijk stukje varkensnack van het Baanbrugse Big van Lindolf in Baanbrugge, hence the name. Voor de vegetariërs of degene die liever geen vlees eten, een stukje knolselderij. Dat hebben we lekker geroosterd en gerookt. En daarbij een lekkere saus op basis van citroen. Nou ja, wat lekkere groenten, daar vertel ik straks nog wat meer over die daarbij komen. En als dessert. Eigenlijk een ding wat heel lang geleden, tenminste het lijkt nu heel lang geleden, het is maar 5 jaar geleden, maar wat heel lang op onze kaart heeft gestaan, dat was de cheesecake. Daar hebben we berichtjes over gekregen, wanneer komt dat een keer terug? Nou, dat is nu. wat kan ik daarover vertellen? Het is wat we vroeger eigenlijk deden, was een bord. En daar ging dan een kwakkie met vruchtenkoeliging erop en dan sloegen we daar met een lepel op, kregen ze een mooi splatter effect op dat bord. En dan ging er een mooi recht gesneden stukje cheesecake ging daar dan op met wat vruchtjes en dat was ons dessert. 5 jaar later, of ik doe het al veel langer, maar al die jaren later is het nog steeds onwijs lekker. Maar we hebben er een beetje onze 2020 draai aan gegeven met een beetje lieve vrouw bedstro. En sparren, om het wat meer het DNA van het Sjoever nu mee te geven. Weer wat leuke nieuwe dingetjes. In dit videootje, om het wat makkelijker te maken voor jullie als jullie straks aan het pleten zijn, er staan hieronder, ik wijs nog heel even met mijn vinger, er staan als het goed is een paar gele punten. Daar kunnen jullie dus straks naartoe scrollen als je dus rechtstreeks naar het opbouwen van het gerecht wil. Dus als je een beetje klaar bent met het gelul van mij of van de flauwe grap van Maarten die daar zit, dan kun je dus heel makkelijk, nou, ik moet eigenlijk zo zeggen, doorscrollen naar de essentie van het bouwen van het gerecht zelf. Maar goed, mocht je niet genoeg krijgen van mijn stem, nou ja, dan luister je gewoon het hele stukje opnieuw en opnieuw en opnieuw. Zullen we beginnen? We gaan het voorgerecht maken. Een bakje met sap, kom ik straks op. De rest van het gerecht. Hier heb ik de spulletjes die ik nodig heb. Een pincet en 2 lepels. Ik denk dat iedereen inmiddels een pincet heeft. En anders je handjes. Dat kan prima. Ik maak deze open. Ik haal dit folietje eruit. Ik krijg soms opmerkingen over plastic. Ik probeer echt alles zoveel mogelijk te beperken, het plastic gebruik. Want ik heb er, geloof me, een grotere hekel aan dan jij. Maar goed, uiteindelijk gaat het deels ook om kwaliteit. En ik vertrouw erop dat jullie alles gewoon lekker bij het plastic gooien. En niet alles in de vuilnisbak. Toch? Alright, dit haal ik er zo uit. Leg ik even hierin. Dat is rabarberpikkel en engelwortelpikkel. Dus die engelwortel die we vorige week, de week daarvoor, in de hangop hadden, daar zat de wortel in. Nu hebben we steel, die is dus hol, wat ik toen al liet zien. Die hebben we gepikkeld eigenlijk met een oplossing van water en watersuiker en citroenzuur. Wat hebben we nog meer? Wat klaverzuring. Daarom ligt dat velletje er dus tussen. Als zuur met die jongens in contact komen, dan wordt die daar, die wordt bruin.
Zo ook deze, de groene asperge. Die halen we er ook heel eventjes uit. Dus die leggen we heel even hier gewoon op dat doekje. Gaan we zo meteen even pleten. Oké. Dus, pak heel even een lepel. Dit kun je dus in één keer oppakken. Wat hier dus is, dat is eigenlijk een geitenkaas. Met daarop wat aromatische kruiden eigenlijk uit onze tuin. Van kruiden kun je dus heel vaak alleen maar in de keuken, in een beetje fancy keuken, alleen maar de mooie kleine blaadjes gebruiken. En dat vinden wij zo'n zonde, want er staat natuurlijk van alles aan wat een hartstikke goede smaak heeft. Maar wat je normaal gesproken niet zou gebruiken. Wij snijden dit heel erg fijn en dan ligt het dus eigenlijk onder. Dus wel de smaak. En het ziet er meteen er nog steeds goed uit. Vinden we ook belangrijk. Oké, wat gaan we er vervolgens op leggen? Dus eigenlijk al die aromaten. Die kan volgens mij hier wel even een beetje knippen, toch? Ja, kan. Oké. Pickles. Dus we hebben pickles van een engelwortel. Die gaan we hier opleggen. Dus eigenlijk dat hele gerechtje bouwen hier op die radijs die over de geitenkaascrème heen ligt. Zo. Pakken we de rabarber. Leggen we er een beetje tussen. Dus ik begin eigenlijk altijd met de zure dingen. De dingen die al bewerkt zijn. Die kunnen eigenlijk het meeste hebben. Dus dit, als ik dit een uur laat liggen, dan gebeurt hier helemaal niks mee. Die klaverzuring daarentegen. Als die een uurtje hier in de zon of op de tafel ligt, dan is er vrij weinig meer van over. Dus dat wil je zoveel mogelijk tot het einde bewaren. Oh. Ja, je moet dus een klein beetje je tijd voor nemen, want anders dan valt alles eraf. Maar goed, een klein zenmoment in je keuken. Kun je nagaan, wij maken dus af en toe 100 van dit soort borden op een avond. En dan wil je niet weten hoe je rug zich voelt aan het einde. Dan ben je blij als je met een biertje in de hoek zit. Oké, dan pakken we de nootjes. De nootjes kan natuurlijk ook vrij weinig mee gebeuren. Best veel eigenlijk, hè, die nootjes. Zo, ik ben blij dat we niet nog een item hebben bedacht. Ik snap wel waarom dat die filmpjes af en toe 20 minuten duren, want dat zit allemaal in dit, in deze tijd. Oké, nou, weet je, ik vind het eigenlijk wel genoeg. Die eet ik lekker op. De klaverzuring. Lekker even de blaadjes af. Zo, nummer 2. Hop, en dan pakken we het sapje. Dat zit hierin. Dat is de snijboon. Kijk, ja. Dus echt gewoon snijbonen. Kort geblancheerd, even opgedraaid. En dan krijg je dit. Klein beetje op smaak gebracht. Hartstikke lekker en dat gieten we daarnaast. En dan ben je klaar. Eet smakelijk. Zo, het hoofdgerecht. Hoofdgerecht. Oké, wat hebben we hier? Een stukje varkensnek, waar ik jullie straks over vertelde. 24 uur gegaard en gevacumeerd met wat lak van kalfsjuw. Gaan we straks opwarmen met water, zoals jullie gewend zijn inmiddels. Wat andijvie,
gevacumeerd. Ik weet niet of je het een beetje kan zien en anders zie je het thuis wel trouwens. Wat daslookolie, wat augurk, een beetje mosterdzaad en dille. Klein beetje mirisortelsap, lekker scherp. Gaat ook in het water. Dat gaat later dan het vlees, anders is het bruin. Wat hebben we in deze doos? Nou, hij gaat nu makkelijk open. Ik had hem al een beetje kapot gemaakt, dat scheelt. Hierin zit wat karnemelkstampen. Voor wie niet weet wat dat is dus een pureetje wat ze in België veel maken. Maar dan karnemelk in plaats van melk. Lekker fris, ze wilden we ook heel even doen. Wat mooie boerenkool. Ik zie dat Maarten vergeten is om er de boerenkool bloemen bij te doen. Dus die gaat Maarten nog heel even pakken uit dat bakje, toch Maarten? Dan hebben we hier wat tuinkers. Dat hebben we dus aan het bodempje laten zitten, zodat je het zelf af kan knippen. Ik heb daar deze mooie fancy mega schaar voor. Kijk, hier is Maarten. Ik kan wat aangeven. Boerenkoolbloemen. Die horen dus in het bakje te zitten. Deze knip je dus straks over de andijvie heen. En een zakje in een heel klein beetje mini plastic. We proberen het een beetje te beperken, zoals je weet. Met daarin wat aromaten. Dat zijn de stelen van dille, peterselie, lavas. Maar ook wat aromatische zaden van de engelwortel. Dat is een hele populaire plant, zoals jullie inmiddels weten. Wat korianderzaad uit onze tuin. En wat was het nou? Vlierbloesem. En daar dan de zaadjes van. Nee, de besjes van. De onrijpe bessen. Een soort van kappertjes. Dat zit dus hierin. Hebben we ook straks nodig. Stap 1. Deze mooie bak met water. Die gaat in deze pan. Gaan we aanzetten. En dan hebben we nodig tering veel zout. Aan. Oké, nou ja, zoals je ziet kookt het water. Wat gaan we doen? We gaan als eerste een klein beetje groente blancheren. Oftewel heel kort koken. Dat doen we dus met de boerenkool. Deze. De rest blijft zoals het is. We gaan die puree een beetje opwarmen in de magnetron of in een pannetje, als je daar zin in hebt. Kan allebei. Pannetje doe je gewoon een klein scheutje melk of water, doe je erbij dan heel langzaam een beetje roeren. In de magnetron, nou ja, even op een knopje drukken en is het klaar, toch? Boerenkool in het water. Niet te lang, want dan wordt het snot. Als er iets is wat ik echt vies vind, dan zijn het groenten die te gaar zijn. Dus als er wat kleinere blaadjes tussen zitten en het zal van bakje tot bakje zal het verschillen. Deze die zijn echt nu al klaar, dus die haal ik er al uit. Deze wat grotere laat ik wat langer liggen. Het is dus een beetje een gevoelskwestie. Maar dat is eigenlijk altijd met koken, dus kijk heel even wat je in je handen hebt. Er gaan niet automatisch, net als met een pakje spaghetti, van oké, er staat 6 minuten op, dus ik ga het 6 minuten koken. Gebruik een beetje je verstand. Dit is voor mij nu ook klaar. Nu hebben we hier het water, dat kookt nog steeds. Gaan we uitzetten. Daar gaan we in opwarmen dit stukje vlees, 5 minuten. Maar mocht je nou vegetarisch eten, geen vlees, dan heb je dus dat heerlijke stukje knolselderij met daarbij een saus van citroen en wat daslookolie. Dat gaat eigenlijk op dezelfde manier. Dus ook gewoon in het water. Ja, dus je gewoon in het water leggen, 5 minuutjes wachten en dan is het klaar. Ik ga jullie nu heel even het vlees laten zien. Dus, vuur uit, heel belangrijk, zakje erin. En je zet je timer op 3 minuten. Oké, nou, zoals je ziet, het is bijna zover. Je vroeg me misschien af, waarom 3 minuten? In totaal gaan we het er namelijk 5 minuten in laten liggen. Ik zet deze tussen even uit. Dit moet er nog bij, de andijvie. En als we dat 5 minuten in het water laten liggen, dan is die andijvie helemaal bruin zo meteen. En dat is natuurlijk wat we niet willen. Want dan moeten we namelijk weer opnieuw beginnen. Dat hadden we vorige week toen we een filmpje aan het opnemen waren. Ze hebben maar liefst 5 keer opnieuw begonnen voor het hoofdgerecht. Vonden we niet zo leuk. Dus we hebben dit even wat beter onderzocht. De andijvie. Inmiddels is de tijd al voorbij. Die leggen we nu ook weer hierbij. En nu zetten we dus de timer op 2 minuten. Oké, nou ja, de tijd is wederom bijna voorbij, zoals je ziet. Hij kan wel uit. Wat gaan we nu doen?
Ga je even deze spulletjes eruit halen. Dus de tuinkers gaan we zo meteen knippen. Deze boerenkool gaan we zo meteen de rouw op doen. Aromaten hebben we zo meteen nodig. En een aardappelpuree. Die gaan we dus nu opwarmen in de magnetron. Oké, nou de magnetron staat aan in ons geval. Waar halen deze zakjes eruit? Nummer 1. Pak heel even nog een stiekem nog heel even een ander bakje erbij. Had ik al klaar staan. En het vlees eruit. Intussen kunnen we met de schaar allebei de zakjes alvast open knippen. Kijk, vorige week, alle andere weken hadden we dat fancy mes van Maarten nodig. Maar nu heb ik deze mega schaar. Dus kan ik het ook zonder. Is het ding weer vastgeplakt. Dat heb ik ook iedere week geloof ik zo'n beetje. Vind ik stom. Nou, stom ding. Jullie zien het gelukkig niet. Ah, kijk eens. Die is open. Oké, bord een klein beetje verplaatsen. Wat ik helemaal vergeet te vertellen is natuurlijk de tip van de maand. En dat is het bord voorverwarmen. Dus zet dat bord alsjeblieft heel eventjes in de oven of zet het boven een pannetje met kokend water. Dat scheelt echt een hele hoop in het eetplezier. Oké. Die boerenkool die ik hier had, die is natuurlijk intussen is die een beetje afgekoeld. Dus die gaan we heel even terug doen in het kokend water. Dan donder ik hier inmiddels al mijn aromaten om. Het is natuurlijk een beetje gepiel op de vierkante centimeter bijna. Een beetje onhandig. Die puree is lekker warm. Ik pak heel even mijn lepel. Nou ja. Je moet zelf weten wat je mooi vindt. En de ene is er beter in dan de ander. Om heel eerlijk te zijn heb ik deze nog niet gemaakt. Dus ik begin gewoon een beetje met het opbouwen van het gerechtje. Ik pak eerst dat stukje vlees. Dat leg ik hier zo naast die karnemelkstamper. De jus laat ik heel even in het zakje. Die giet ik er later overheen. Maarten, kun je nog een lepel pakken van mij alsjeblieft? Oké, die lepel heb ik zo meteen nodig voor die aromaten die ik er nog op ga leggen. Intussen pak ik de andijvie. Daar zit dus die paste van kruiden en augurk en zo zit daar dus overheen. Dus die laat je er lekker op zitten. Ik leg dit hier zo lekker overheen. En dan hebben we hier de tuinkers. Knip ik intussen al wel eventjes af. Ik haal de boerenkool uit het water. Als het water dus lekker veel zout heeft gehad. En met zout bedoel ik dat het een beetje smaakt naar de zee. Dat is ongeveer goed genoeg. Dan hoef je er verder niet zo heel erg veel aan te doen. Je kan eventueel nog een klein beetje vinaigrette overheen doen. Dat zouden wij s'avonds, als we hier in de zaak staan, zouden we dat dus doen. Maar goed. Dat is aan jou. De blaadjes liggen er lekker een beetje bij. Dan pakken we de tuinkers. Duwen hier lekker bovenop. Dan pakken we de aromaten. Doen we in een lepeltje. En dan probeer je dan een beetje netjes op het vlees te leggen. Ik vind het dus lekker als je het een beetje met het vlees kan eten. Maar goed, misschien heb je een beter idee dan ik. Dan hoor ik het graag. Dan hebben we die prachtige boerenkoolbloem. Sommige bloemetjes zullen open zijn, sommige wat verder dicht. Die liggen mooi hier tegenaan. En dan als laatste de jus. Die zit hier in het zakje. Of als je de knolselderij hebt gehad. Die zit dus nog steeds in het zakje met die daslookolie. Dat giet je dus hier zo een beetje overheen, tussendoor. En dan is het af en dan kun je lekker gaan eten. Eet smakelijk! Oké, nou welkom terug. Ik hoop dat het gesmaakt had. Het dessert. Sorry, 2-3 bakjes. Nou ja, als je ze over hebt, je kan ze altijd terugkomen brengen. Daar worden we hartstikke blij van. Dan
weet ik veel wat we erin gaan doen. Iets anders. In ieder geval niet dit meer. Hier onderin de cheesecake. Dat is dus geen plakje cheesecake zoals we 5 jaar geleden zouden doen. Wel de crème en wat koekkruimel. Voorheen deden we digestieve koekjes met wat boter. Ik vind dit lekkerder, want het heeft gewoon iets meer bite. En dat overleeft ook de weg naar jullie huis. De aardbeidjes. Die hebben we vast gesneden voor jullie. Dat hoef je niet in je vingers te snijden. Die liggen eigenlijk in een siroop van Lieve Vrouw Bedstro. En sparretoppenolie. Wat we eigenlijk gaan doen, is deze aardbeidjes hier lekker op die crème leggen. Daarom heb ik dus de gelei in stukjes gelaten, zodat je er wat mooie dingetjes tussen kan leggen. Je kan het er dus ook gewoon overheen kieperen. Als je denkt van nou, ik vind het eigenlijk allemaal wel mooi. Ik ga lekker eten. Dat kan ook. Kun je alleen heel even laten zien dat je het ook tot het laatste aan toe een beetje lol kan hebben in de keuken met elkaar. En er gewoon even een mooi bordje van kan maken. Ik ben zelf al een beetje aan het knoeien hier op dat mooie witte tafelkleed. Nou ja, maakt niet uit. Laatste aardbeidje. Dan zit hier dus dat lekkere sapje zit hier dus bij, in dat bakje. Wat mij betreft, ik vind dit namelijk echt heel erg lekker. Giet je dat zometeen lekker er een beetje omheen. We gaan eerst beginnen met de blaadjes. Ook deze zou je in één keer eroverheen kunnen gooien. Maar ik vind daar niet zoveel aan. Ik vind het leuk om een beetje te klooien en te pielen en er wat moois van te maken. Dus pak gewoon al die blaadjes en zet ze er leuk een beetje tussen. Als ik dit er dus gewoon al opleg, voordat jullie het meenemen, dan is er dus echt helemaal niks van over, voordat het bij jullie thuis is. Vandaar helaas het plastic. Hebben jullie misschien ideeën hoe dat anders zou kunnen? Ik heb best wel wat dingetjes bekeken, maar ik kan niet echt wijs worden uit wat er nou goed werkt voor dit soort fragiele spullen als kruiden en bloemen. Vaak kom je dan toch weer uit op plastic. Helaas. Wat er deze keer in zit, wat glavenzuring, een beetje vervennen. Wat postelijnbloemen. Die staan hier mooi in bloei. Het zal iedere dag een beetje verschillen. Wat er uit onze tuin komt, wat er bij Edwin uit de tuin komt. Daar maken we dan gewoon een kleine selectie van. En dat leggen we dan in het bakje. Nou ja, dan maak je er wel moois van. Ik eindig dus eigenlijk altijd met de bloemen. Bloemen zijn best wel fragiel. Tenminste, dit soort blaadjes, die kunnen echt heel erg weinig hebben. Dus ik ben er altijd heel erg voorzichtig mee. Maar je geeft daarmee echt, vind ik zelf in ieder geval gewoon echt, het wordt er gewoon een heel vrolijk bord wordt het ervan. En het knalt er echt uit. Ik denk nu van, eten. Alright. Dat sapje, gewoon even een beetje zwenken en dan giet je het er zo bij. Het is dus suikerwater ook. Dus als je nou wat minder zoet houdt, dan gebruik je dit niet. Dan zijn die aardbeidjes van lekker gemarineerd hierin. En dan gebruik je het niet. Ik hou wel van zoet, dus ik doe het er wel bij. Alright, nou, zag je trouwens, ik heb deze helemaal niet gebruikt. Alles met de handen. Alright, nou, eet smakelijk.